Een videogame maken is zeker niet de goedkoopste klus in de wereld. Vaak zijn ontwikkelaars en uitgevers jarenlang bezig met de lange trip van begin-idee tot eindproduct. Met allerlei dingen ertussen zoals marketing, het aannemen van nieuwe werknemers of helemaal opnieuw moeten beginnen. What the fuck? Kan het budget van een game soms enorm oplopen. In deze video bespreken we daarom 10 van de duurste games ooit gemaakt. Laten we beginnen met een gigantisch bedrag dat vrij snel zal aanvoelen als een tientje. 173 miljoen dollar. Dat is wat Bungie uitgaf, na inflatie, tijdens het maken van de eerste Destiny-game uit 2014. De studio was net gescheiden van Microsoft, moest een compleet nieuwe game vanaf nul maken en wilde met Destiny een nieuw genre beginnen. Destiny was een heel groot succes, dus dat budget werd blijkbaar wel goed gespendeerd. Na het grote succes van Horizon Zero Dawn van het Nederlandse Guerrilla Games moest er zeker een vervolg komen. Horizon Forbidden West was een titanische opgave en moest ook nog eens meteen de kracht van de PlayStation 5 naar de voorgrond brengen. Dus ja, dat ging zeker heel veel geld kosten en dat deed het ook. Het budget van Horizon Forbidden West kwam dankzij een foutje tijdens de rechtszaak rondom de overname van Activision Blizzard door Microsoft naar buiten en onthulde een prijskaartje van maar liefst 212 miljoen dollar. De chaotische ontwikkeling van Halo 2 is een welbekend verhaal geworden. Het gebrekkige leiderschap bij Bungie, de moeite met het maken van de multiplayer, de gigantische cliffhanger aan het einde van het verhaal, ja, alles ging gewoon fout. Maar er rustte ook gigantisch veel druk op de schouders van Bungie. Halo 2 moest een succes zijn. Dus ja, het geld ging dan ook rollen. De game kostte qua ontwikkeling en marketing meer dan 120 miljoen dollar in 2004. Dat zou nu omgerekend 248 miljoen dollar zijn. Uit dezelfde gigantische lek die het budget van Horizon Forbidden West aan iedereen onthulde, kwam ook het budget van The Last of Us Part 2 naar buiten. Namelijk 220 miljoen dollar in 2020. Wat nu rond de 249 miljoen dollar zou zijn. Het is niet bekend hoeveel de eerste game of de remakes kostte, maar het is te verwachten dat The Last of Us Part 2 het duurste project van ontwikkelaar Naughty Dog ooit is geweest. Final Fantasy VII wordt nog steeds gezien als een van de beste games ooit gemaakt. Dus het is geen wonder dat de remake in 3 volledige games terugkomt. Het is ook meteen de duurste Final Fantasy game ooit na inflatie. De allereerste Final Fantasy game in volledige 3D kostte niet alleen heel veel geld om te maken, namelijk 45 miljoen dollar in 1997, maar ook superveel om te marketen aan de wijde wereld. Square Enix gaf tussen de 40 en 100 miljoen dollar uit aan de marketing van Final Fantasy VII. Dat betekent dat de game met het geld van nu tussen de 146 en 264 miljoen dollar kostte. Yep, de allerduurste Call of Duty game komt uit 2009, na inflatie tenminste. Call of Duty Modern Warfare 2, voor velen de allerbeste Call of Duty game ooit gemaakt, kostte meer dan 327 miljoen dollar. Hiervan ging driekwart van het budget op aan de geweldige marketing van de game. Van supergelikte trailers, tv-commercials en een samenwerking met Monster Energy, Activision wilde dat deze game hoe dan ook een succes ging worden. Oké, we stoppen alle Marvel games van Insomniac, zoals Spider-Man en de aankomende Wolverine game, even op een hoop, zodat de lijst niet voor de helft uit superhelden games bestaat. Het is duidelijk dat Sony veel geld stopt in de succesvolle games van Insomniac, omdat ze ook, ja, extreem veel geld kosten. Zo kostte Spider-Man Miles Morales 176 miljoen dollar, heeft Wolverine een budget van 305 miljoen dollar, kostte Spider-Man 2 315 miljoen dollar en gaat het laatste deel van de Spider-Man trilogie al meer dan 385 miljoen dollar kosten. Cyberpunk 2077 is nu misschien wel een keigoeie game, maar ja, dit was natuurlijk niet altijd zo. Toen Cyberpunk voor het eerst uitkwam in 2020 was het helaas één groot drama. De game werkte amper op de Xbox One en PlayStation 4, het zat vol met bugs en het was gewoon over het algemeen niet te spelen. CD Projekt Red heeft de laatste jaren alles op alles gezet om de game te fixen. En dat heeft ook heel wat geld gekost. Voor de release van Cyberpunk 2077 kostte de game 316 miljoen dollar. Na alle updates en de Phantom Liberty uitbreiding kwam daar ook nog eens 125 miljoen bij.
Dus Cyberpunk 2077 heeft in totaal $441 miljoen gekost. Of ruimtesimulator Star Citizen ooit nog uitkomt, is nog maar de vraag. In 2012 begon ontwikkelaar Cloud Imperium Games een Kickstarter-campaign voor hun ruimtegame. Met het idee om de game in 2014 uit te brengen. Maar ja, de game is nog altijd in de alpha-fase en blijft geld binnenharken door toegang tot de game, schepen en andere hebbedingetjes te verkopen aan spelers. Dus als je de game koopt, draag je direct bij aan de ontwikkeling. En het totaalbedrag? Nou, volgens de jaaropgave van Cloud Imperium Games hebben ze al meer dan $630 miljoen ontvangen sinds de Kickstarter. Het succes van Genshin Impact kan bijna niet onderschat worden. Met meer dan 23 miljoen downloads en meer dan $60 miljoen aan inkomen na de eerste week, 13 prijzen sinds 2020 en bijna maandelijkse grote updates, is het wel te verwachten dat uitgever HoYoVerse er superveel geld in stopt. En ja, dat doen ze zeker. Voor de release van de game in 2020 kostte het al $100 miljoen. En uit een rechtszaak tussen HoYoVerse tegen twee hackers kwam naar buiten dat de game meer dan $200 miljoen per jaar uitgeeft om de nieuwe updates rond te krijgen. Dat betekent dat Genshin Impact al meer dan $700 miljoen heeft gekost en waarschijnlijk nog duurder zal worden in de toekomst. Dit waren dan 10 van de duurste games ooit gemaakt. Wat vind jij nou van deze torenhoge budgetten? Is het echt terecht of is het soms gewoon onnodige poespas? Laat je mening achter in de comments, vergeet de video niet te liken en abonneer je op dit kanaal voor meer van dit soort content.